Hi, welkom. Welkom bij deze serie video van Wetboek. Zoals je weet, bij deze serie video van Wetboek bespreek ik één bepaalde wetboek met jou. In deze video ga ik werkloosheidwet met je bespreken. Ik ga je een aantal voorbeelden laten zien. Ook ga ik je laten zien hoe je ermee moet omgaan en waar je de regels kan vinden. Laten we maar beginnen. Allereerst is het belangrijk dat je gewoon goed beseft dat deze wet alleen van toepassing is als het gaat om werkloos. Dus je hebt een aantal voorwaarden, zolang je niet voldoet aan die voorwaarden, dan kom je niet in aanmerking voor deze wet. Dus als het gaat om de werkloosheidwet, dan gaat het puur om WW-uitkering eigenlijk vragen. Dus het is belangrijk dat je goed beseft dat jij niet als ondernemer hiermee aanmerking komt, maar wel als werknemer. Dus met andere woorden, je hebt een baas voor je, of in ieder geval een ondernemer. En dit ben jij, dus persoon A. En vervolgens hebben jullie gewoon een arbeidsovereenkomst. En in die arbeidsovereenkomst kan van alles afgesproken zijn. Maar in ieder geval, als jij denkt van oké, weet je, ik ga weg hier. Of je wordt ontslagen of wat dan ook. Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor WW. En op de website van de UWV vind je wel een aantal richtlijnen wanneer je in aanmerking kan komen. Maar je kan dit ook allemaal lezen in de wet en wat voor rechten jij wel of niet hebt. Want ik kan begrijpen dat op de website van de UWV veel te veel informatie staat. En soms kom je dan gewoon niet eruit. Dus ik ga je laten zien hoe je de informatie die je nodig hebt wel kan vinden in de wet. Dus het is belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt en dat je werkloos bent geworden. Dus we gaan even naar Google. Ik ga je laten zien waar je de regels kan vinden. Je typt gewoon werkloosheidwet in. Dus dit gaat puur om WW-uitkering en niet de andere uitkeringen. Dat zal ik in een andere video bespreken. Dus ik werk graag met wetten.overheid.nl puur omdat deze website altijd up-to-date is. En daarbij kan ik dit combineren met andere systemen. Dus vandaar dat ik hiermee gebruik maak. Dus we zijn op de website van wetten.overheid.nl. Zoals je hier ziet, zie je de werkloosheidswet. Hebben we net gevonden via Google. En dit is de wet. Dit is gewoon hoe het is opgebouwd. En belangrijk hierbij is dat je altijd moet kijken van oké, kom ik in aanmerking voor WW of niet. En de voorwaarden van WW vind je gewoon hier in hoofdstuk 2. En lees gewoon eens hoofdstuk 2. En op een gegeven moment zie je vanzelf wel wat de voorwaarden zijn wanneer je wel of niet in aanmerking komt. Want daar wordt precies uitgelegd wat je onder werkloosheid moet verstaan en wat je onder werknemer moet verstaan. Kijk, bepalingen. Zoals werknemer, werkgever, het loon. Dat wordt allemaal hier omschreven. Maar de voorwaarden WW vind je gewoon in hoofdstuk 2. In boek 6 wordt de reïntegratiemaatregelen opgenomen. Wat interessant hierbij is, is gewoon artikel 77a. En dit betekent dat de UWV jou toestemming kan geven om naast je WW gewoon eigen onderneming te starten. Best wel interessant, maar in de praktijk wordt bijna geen gebruik van gemaakt. Puur omdat de UWV dit belemmert. En dan zie ik bij heel veel mensen die langskomen, die hebben bepaalde vragen. En dan zeg ik tegen van ja, ik kan je erbij niet helpen. Puur omdat jij dit en dat niet mag doen. Of jij mag dit en dat wel doen, maar je mag dit beperkt doen. Kijk, als je onderneming begint, zorg wel dat je iets vast hebt, want anders gaat het niet werken. En soms werkt de UWV gewoon helemaal niet mee. De mensen die daar werken, die zeggen wel dat ze meewerken, maar Het werkt niet meer als je steeds iemand gewoon demotiveert om zijn eigen onderneming te starten. Dat werkt niet. Zo simpel is dat. Dus wat interessant is, zij kunnen jou toestemming geven, maar dat zegt niet dat jij je eigen onderneming begint. Want op een gegeven moment houdt de uitkering op. Je kan altijd na je uitkering onderneming beginnen. Of je kan er gewoon tijdens je uitkering, naast je normale verplichten, gewoon een onderneming beginnen. Dus het is aan jou zelf om te beslissen hoe je dit inkleurt in jouw situatie. Maar let erop, UWV kan je toestemming geven. Ze zijn niet verplicht of wat dan ook. Dat is heel belangrijk en in de praktijk zie ik dat mensen dat niet snappen. Maar los van dat, zo is dit boek opgesteld. Hierin vind je de voorwaarden wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor de uitkering. En let erop, UWV werkt met zijn eigen systeem. En het systeem is niet echt ideaal. Is niet echt ideaal voor sommige mensen, want je moet er leren mee werken. En de UWV gaat ervan uit dat mensen alles vinden op hun website. Maar als je de website hier bekijkt, zie je dat als ik als persoon, als ik als werknemer zijn ontslag wil gaan nemen, dan stel ik me de vraag van oké, ben ik al werkloos? Of moet ik nog werkloos worden?
Dus deze website, er staat veel informatie hierop, maar je moet dan net weten hoe je dat kan vinden. En dat kan best wel irritatie oproepen bij sommige mensen. Wat ik vaak de meeste mensen aanraad is gewoon, schrijf je vraag gewoon in bij Google. En soms beland je op de website van de UWV of soms beland je ergens anders. Maar in ieder geval, je krijgt wel de antwoord dat je nodig hebt. Maar als ik werkloos wil worden, dan vind je gewoon alle informatie die ik hier, alle informatie die ik nodig heb, vind ik dat gewoon hier. Dus let op de website van UWV heb je veel informatie, maar dat zegt niet dat je gelijk je antwoord vindt. Soms moet je even doorzoeken. En ja, als je werkloos wordt, dan moet je volgens het systeem van UWV werken. Het is niet altijd heel fijn werken, maar doe het gewoon, zorg gewoon dat je aan je verplichtingen voldoet, zodat jij niet geen problemen krijgt met je uitkering of wat dan ook. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan of waarvan je denkt, hey, wat UWV doet, dat deugt niet? Neem gerust contact met me op. Ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen. We zijn gekomen aan het einde van deze video. In deze video heb ik laten zien waar je de regels kan vinden als het gaat om werkloosheidswet. Ook heb ik je laten zien waar je de regels kan vinden als het gaat om de voorwaarden van een WW-uitkering krijgen. Soms kan het zijn dat je een vraag niet vindt op de website van UWV. Tip dat ik je mee wil geven is gewoon Google het. Soms beland je op de website van UWV, maar dan met een specifieke link. Of soms beland je op je andere website. Maar in ieder geval, je krijgt wel een antwoord op jouw vraag. Mocht je ergens tegenaan lopen of waar je denkt, hey, dat deugt niet, of heb je vragen over bepaalde dingen, neem gerust contact met mij op. Tot in de volgende video.